Het is exact 20 jaar geleden dat Antwerp de historische wedstrijd tegen Vitosha Sofia won. Van 1-3 ging het toen naar 4-3. Het was een tijd dat Antwerp en het Belgische voetbal in zijn totaliteit nog iets voorstelden in Europa. Voor Antwerp deze dagen geen Europa of Champions League. Wel de Exki League. Tegenstander dit weekend is Ronse. Een ploeg zonder vertrouwen, maar vooral een ploeg zonder punten. Al hoeft dat helemaal niks te betekenen in voetbal. Ronse met een counter. Brien naar Romo. Die krijgt dit seizoen een kans van zijn trainer. Nog altijd Romo. En die gaat erin. 0-1 voor Ronse. Valentin Romo. Een verrassende tussenstand. De eerste aanval en eigenlijk het eerste schot tussen de palen van Valentin Romo. Eerste redding van Wotti. Maar bij de tweede poging was hij toch geklopt. De Antwerpen doelman. Antwerp dat creativiteit mist. En dat heb je nodig tegen een defensief ingestelde ploeg. Vrije trap van Tissa. Goed naar de hoek gemikt. Maar geen probleem voor Emrabit. Bij trap voor de bezoekers. We zitten al dicht tegen de rust aan. En een uitstekende kopbal van de Roek. Net overgekopt. En zo gaan we rusten met de 0-1 tussenstand. Radkos Villar brengt Kevin Oris in de ploeg. En dat is een goede zet, want hier is hij al meteen. Kevin Oris met de volley. Meteen getrapt over het doel van Emrabet. En de duim omhoog voor Tissa, de man van de hoekschop. Hier een nieuwe stilstaande fase en een doelpunt. Een doelpunt voor Antwerpen, de gelijkmaker van Fibel. Sterke beheer, kloeke mens, die Thomas Fibel. 1-1, een frommel doelpunt. Verrassend van Tissa, hoe hij die vrije trappen langs de muur krulde. En dan eerste lat en dan het doelpunt van Fibel. Het slotoffensief van de Great Old komt er niet. Integendeel, de betere kansen zijn voor Ronse met Siani. Wil het allemaal in zijn eentje doen. En gelijk heeft hij. Want die in twee keer Lepaar. Twee man voor zich. En dat is geen probleem. Kijk eens, Van Hemert een beetje belachelijk gemaakt. Bal doorgekopt. Roman staat vrij. En bal nog voor de lijn gekeerd. Bijna nummer 2 voor Roman. En zo is de eindstand hier. Antwerp-Ronse 1-1. We waren er toch nogthans voor de wedstrijd goed voor gewaarschuwd. De hele week door onze trainerstaf dat we op onze hoede moesten zijn. En dat die mannen op leven en dood gingen spelen hier. En, ja, dat we het altijd moeilijk hebben met dat soort ploegen. En, ja, als je dan ziet hoe we beginnen, hoe we die goal tegenkrijgen, ja, dan loop je alweer meteen achter de feiten aan. Dat één puntje, dat is precies een dubbele overwinning waard. Dus mentaal is dat een enorme opsteker. En dan is het ook veel aangenamer werken gedurende de week als we dat puntje al hebben. En dan gaan we volledig voor de volgende punten gaan de komende week. En dan geeft dat veel meer moed.